Ze hebben me weer naar Amsterdam gelokt nu. En dan zit ik hier al 10 minuten te wachten. Het is hier geen straf hoor. Mooie boten, mooie gebouwen. Maar ik ben benieuwd wat ze bedacht hebben. Nee, nee, nee. Ja, wat denk jij? De laatste aflevering, Nico. Ik heb geen zwemdiploma. Hey, daarom heb ik ook een auto niet bij me die kan varen. Hey. Heb dan in geen deur? Nee, dan loopt die vol. Hoe is het, jongen? Dat willen we niet. Hoe is het? Ik ga daarmee, hè? Dat dacht ik al. Dat is een beetje jouw geboorte hier, denk ik, hè? Of niet? Roy, jij bent Mr. Amfibie. Zeggen ze inderdaad. Is dat zo? Ja. Wij zijn aardig gespecialiseerd in al die jaren in amfibieauto's. Vanaf 1941 eigenlijk tot en met heden. Ja. Zowel klassiekers. Wat achter ons staat natuurlijk, wat past bij Nico natuurlijk. Wat zeg je nou, vanaf 41? Ja, vanaf 1941 hebben we de eerste amfibieauto staan. Ja? Dus dat zijn natuurlijk de legervoertuigen waar het begonnen is. Juist. En na de oorlog zijn natuurlijk allerlei dingen ontstaan. Ja, meneer Trippel, die de Amfica bedacht heeft, die heeft natuurlijk, is daar verder mee gegaan in al die jaren. Was dat toen bedacht vanuit recreatie, vanuit lol? Nee. Of zat er ook een gedachte achter, een functie? Hij is eerst bedacht vanuit de oorlog. De Trippel maakte oorlogsvoertuigen. Ja. En dat is daarna doorgegaan naar een stukje vraag vanuit Amerika. En dat was natuurlijk de grote markt, water, auto's en techniek. Dus heeft hij het voor gemaakt inderdaad. En zijn er destijds 3850 van ontwikkeld. Het is ook de enige auto die ooit in productie is gemaakt, deze auto. Is het een auto of is het een boot? Het is een auto. Juist. Hoe doe je dat qua verzekering? Het is een boot, man. Wat heb je nou? Het is een boot. Ja, we verzekeren ze beide. Dus zowel op het water als op het land natuurlijk inderdaad. Is dat lastig? Nee hoor. Nee, want het is gewoon een boot. Ja. Dus op het moment dat wij zaken het water gaan, is het toch een boot. En we staan nu naast een auto. Ja. Roy, je hebt alles uitgelegd over de Amfikar. Ja. Duits, oud, inderdaad. Half heel oud, hè? Ja. Of nog ouder. Ja. Dit is modern. Dit is modern. Dit is ooit ontwikkeld door een man in Nieuw-Zeeland, Alan Gibbs. Ja. Man woonde aan de grote oceaan en wilde zijn eb en vloed kunnen overbruggen van 1 mijl. Ja. Heeft daarvoor een quadski eerst bedacht en daarna de auto bedacht. En zijn er ooit 24 van gemaakt. Daar heeft heel veel geld in gezeten in de ontwikkeling. Ja. Maar is nooit echt groot publiek getoond inderdaad. Gibbs Aquada. Ja, de Gibbs Aquada. Kost een ding? 1,5 ton. Wat? Ja. Ik vind het nog meevallen. Ja, bedoel, het is een bak geld. Maar je kunt 2 dingen, hè? 1,5 ton. Ja. Ja, maar ja, een beetje 9,5 kost het ook. Maar even voor de duidelijkheid. Toen we gelijk even de hekken recht zetten. Ik ga met die en jij met dat ding nemen. Ik ga met deze. Ja, dat heb je nou weer bedacht. Je rijdt hiermee de trailerhelling af. Dat gaat niet anders. Dan moeten we een foto hebben van de hortus. Een foto van een Amsterdamse tram. Een foto van een coffeeshop. Die heb je hier gelukkig. En een foto van Johan Rudolf Thorbecke. Die ken ik ook niet. En die het eerste weer droog op de kade staat, hier, die heeft gewonnen. Ja, is het nou een auto of is het nou een boot? Hoe dan ook, Nico en Werner gaan rijden en varen. Gijs hangt de co-prooster in. Ik ga zo direct hier het water in met de Gibbs. En dan wil ik winnen, dus ik moet de juiste route varen. Dus dat betekent dat ik niet op mijn telefoon kan zitten. Deze, dit is de oplossing voor heel veel. Ik druk hem in de sigarettenaansteker, ik sluit hem aan op mijn telefoon en ik gebruik deze FM-transmitter om vervolgens via het audiosysteem, wat natuurlijk een beetje prehistorisch is, hè, bij wat oudere auto's, om vervolgens dus eigenlijk alle functies die op mijn telefoon zitten, via dat apparaatje, rondom in de auto te krijgen. Dus dan heb je dus Bluetooth en je kunt gewoon praten met iedereen zonder dat je die telefoon in je handen hebt. Hartstikke handig. Gijs, kan die? Ja. Mooi, top. Maar Roy, hoe werkt zo'n ding? Maar als ik die deur nou open doe, hè? Ja, dan hebben we opzij rijden. Hoe weet ik dan dat die water dicht is? Ja, dat weten we niet. Er zitten dubbele rubbertjes tussen, gelukkig. Ja? Heel belangrijk is, voordat we met zijn auto gaan beginnen, auto varen, of de stop achterin zit. Ja, dat lijkt me ook handig. Ja, die heb ik vanmorgen al gecontroleerd. Okay. Dan hoef je niet op je knieën te gaan, met je oude knieën. Moet ik nog even gaan kijken? Nee, dat hoef je niet met je oude knieën. Ga je nog rare dingen zeggen? Belangrijk wat doe je hier? Wat doe je hier? Belangrijk is, zit hier een hendel, een extra hendel, en die trekt de deur aan. En die zorgt ervoor dat je niet denkt van ik ga even lekker naar buiten doen en doe de deur even open. Want ik kijk even, want dat kan nog niet meer. Ah zo, oké. Dat is belangrijk. Dus daar moet je afblijven? Daar moet je afblijven. Als je erin zit? Daar moet je gewoon niet meer aankomen, dat is gewoon klaar. Dat is heel simpel. Ik moet niet verzuipen, dat begrijpt u wel, hè? Ik zie 2 hendels. Ja. Dat is een versnellingspook. Ja, dat is gewoon net een handrem. Wat is dat dan? Dat is de wateraandrijving. Dus zodra wij op het moment in het water zijn, we zijn de helling af, dan schakelen we een kleine hellingje naar voren. En dan gaat hij gewoon nemen de schroeven. We hebben een dubbele propeller achter. Neemt de schroef, neemt het over. Automatisch. Dan doet hij vanzelf. En dan laat de koppeling los. Net als bij een auto koppelen. En klaar. Tot zover de cursus amfibie rijden. Varen. Hop, de plomp in. Werner eerst. Zie die concentratie. En dan Nico. Zie ik daar toch een beetje angst? Nou, ze drijven. Is het heel gek dat ik toch een beetje teleurgesteld ben? Nico en Werner zijn vandaag in Amsterdam. Lekker beetje grachie varen. Het is zo gek dit, hè? Dat je dus
Ik bedoel, je gaat vooruit, je kunt naar links en je kunt naar rechts. En dat is eigenlijk allemaal hetzelfde als in een auto. Alleen op het moment dat je stuurt, duurt het natuurlijk een poosje. Maar wat het meest vreemde is, is dat je dus niet kan remmen. Ik heb mijn dochter aan de lijn gehad, die weet wat de hortus is. De botanische tuin. Ja, je moet wel in Amsterdam komen waar het allemaal weten wil. Dan moeten we nog meer. Amsterdamse tram. Heb ik ook nog niet gezien. Coffeeshop, ik heb ook nog niet gezien. Sorry. Zit het wel goed? Je kunt dus, je kunt het niet geloven, maar dag meneer en mevrouw. Gewoon waterskiën, hè, achter dit ding. Loopt 60 km per uur. Ik mag maar 6. Er zit zo'n, voorop zo'n plaatje. Dat is een transponder. Die heb je nodig om hier te mogen varen. Maar die houdt dus bij of je aan die 6 km per uur houdt. Maar nou heb ik ze niet geregeld, die transponders. Dus ze staan niet op mijn naam. Oh, 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 wat een belhamel is het toch. Is dit niet de botanische tuin? Nou, dit is Attis. Ik denk dat die oude de weg kwijt is. Is dit Attis? Is dat niet de botanische tuin? Wat heb ik nou weer? Ik moet dus een foto maken van de hortus. Dat is volgens mij de Hortus Botanicus. Meneer Nick, dat is die tuin met allerlei groen. Nico wist het niet. Een Amsterdamse tram. Nou heeft hij niet veel bekendheid met het fenomeen tram in de Achterhoek. Amsterdamse tram. Ik heb geen tram gezien. Coffeeshop. Ik heb nog geen coffeeshop gezien. Dus ja. Nico. Shit, shit. Ah, kom hier. Ah, te laat. Wacht, daar zie ik een tram. Even een klein beetje gas. Gaat die dat ding? Ja, je voelt je helemaal de king in zo'n ding. Al die mensen die zwaaien keurig naar je zo. Het is een beetje als de koning. Hè? De koning. Een beetje het Ford Mustang gevoel. Die mannen liggen ook allemaal zo in zo'n ding. Zo. En dan je handje hierop zo. En een beetje stoer te doen, zeg maar. En iedereen zwaait naar je. En iedereen is hier, kijk, blij! Zie, leuk hè? Was die achterlijke Werner dan? Werner, die is bij de hortus. Ja, stond dat nou maar goed aangegeven, hè, Nico? Artus hebben we gehad. Artus stond er ook op. Bij Werner niet meer bij ons wel. Kijk nou maar voor je. Nou, de Amsterdamse tram die hebben we net, ten oude nood. Adriaan, weet jij een coffeeshop? Nee. En dan Torbekke moet ik nog hebben. Ik weet niet wat Torbekke is. Hier staat dus dat standbeeld van die Torbekke volgens mij. Eens even kijken. Levensgevaarlijke capriolen. Lijkt wel een filmopname van Amsterdam. Waar? En Nico neemt gewoon de toeristische route. Zo is die man nou eenmaal. We gaan een coffeeshop hebben. Hé, hey, volgens mij hebben ze alle vier. We zijn een half uurtje bezig. Nou! Waar zit je dan? Waar zit je nou? Ja, ik heb een heel mooi rondje gevaren. Alles geregeld? Alles geregeld. En jij? Uiteraard. Ja? Uiteraard. En die Prinsengracht, dat is één richting. Ik dacht dat ze dat niet hadden op het water. Je moet kijk. Jochie, je hebt er een kaartje bij. Hier. Voor het geval het helemaal verkeerd gaat. Joh, dat gaat niet. Heb je nog wat gescoord? Ik ben net zo goed op het water op de weg. Ja, dat is duidelijk. Weet je wat we doen? We gaan die kant op. Dat is een goed idee. Op het ei mag je namelijk wel harder dan 6 km per uur. En dat heeft iemand net aan Werner verteld. Vermoed ik. En Nico, ja, die is toch meer van het grote genieten. Werner meer van het op het snelheid bochtjes draaien. Mag ook allemaal. Hoort er allemaal bij, hè, bij waterpret. O jee, hou je wel de crew droog? Met overmatige interesse kennis van onze vaderlandse historie en is als eerste weer op het droge. Maar heeft hij ook alle plaatjes weten te verzamelen? Kat in Marie! Oh, nou, dat is netjes. Vond je het ook wat, ouwe reus? Dat is een feestje. Het is heel erg leuk om te doen. Maar ik kies toch voor de auto's. Als ik moet kiezen tussen een motor en een auto, kies ik voor de auto. Maar een boot, auto is ook erg leuk. En daar komt ook onze Werner uit het water.
Beetje droog gebleven, jongen. Zo, het pak is nog droog. En we hebben een lol gehad, jongens. Nou, daar gaat het toch om. Of niet?